Dan gaan we knippen uit de video. Haar hart en speelt spelletjes met Bart. Want dit jaar kan je alles geven voor de warmste week. Uw centen, maar ook uw tijd en uw lichaam als vrijwilliger. Hoe? Surf naar www.dewarmsteweek.be en daar kies je een vacature van een VZW. Bijvoorbeeld dit zoekertje. Gezelschapsspel spelen met Bart. Op donderdagavond zit Bart vaak alleen in zijn assistentiewoning. En hij zou het wel leuk vinden moest er dan iemand met hem een spelletje willen spelen. Op 5 december kan iedereen zich hier aanmelden in VZW De Hoop in Zottegem. En kennis maken met Bart. Ik zoek Bart. Hallo, ik ben Linde. Ah, het is mijn vestje bij u. Ik heb gehoord dat jij graag spelletjes speelt. Ja. Zou ik met u mee mogen spelen van de middag? Ja, ik weet wat ik het liefste doe. Stratego? Ja. Dan moeten wij je lievelingsspel spelen, hè? Goed. Zeg, en zo iemand die tegen u gezelschapsspelletjes speelt, wat voor iemand moet dat zijn? Ik heb graag dat er soms jongens zijn. Ja? Maar ik heb ook graag dat ik een meisje heb. Ah ja. Een goed gesprek. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ik ben er met van. En wat is uw favoriete band? Channel Zero. Oh, Frankie de Smet van Damme. Dat is mijn kameraad. Yeah. En Eelstorm vind ik ook wel grappig. Zijn er op uw gemak? Ja. Goed, ik ga hier nog een move doen, hè? Ik heb liever dan een beetje een kleine ruimte. Dat is hier een beetje te dingen voor mij. Te druk? Ja. Ja, dan gaan we zoeken, hè. Sorry, hè. Nee, dat is niet erg. Weet je wat we zouden doen? We zouden een ander spelletje spelen. Pim Pam Pet spelen. Nu zitten we rustig. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel autisme. Ik heb een verstandelijke handicap ook. Vind je dat lastig dat je dat hebt of niet? Nee. Weet je wel dat ik het wel soms moeilijk mee heb? Is dan soms lachen met mij. Dat zou niet mogen. De jeugd. De jeugd lacht met u. Ja. Weet je wat je dan moet doen? Teruglachen. Of gewoon mijn MP3 speler aan mijn luisteren naar mijn muziek. Dat is nog beter. Ja. Zet Channel Zero op en. Dus, Pim Pam Pet. Een B Bart. Iets wat je kan mee naar school nemen. Een boekentas. Ja, dat ging ik ook zeggen. Proficiat. Kaartje binnen Bart. Vuistje. Oké. Okay. Natuurlijk niet altijd een vuistje heen, hè. Ah. Soms een keer, hè. Maar ja, we hadden er nog geen gegeven tijdens Pim Pam Pet. Ik dacht dat wel kon. Het is waar. Ik zal nu geen meer geven. Het volgende vuistje neemde jij het initiatief. Ik wacht gewoon af. Nee, dat mocht van mij. Dat mocht van mij. Ja, maar nu voel ik mij zo berispt. Je moet feestjes geven. Oké. Je moet niet bang zijn. Respect voor de meisjes. Maak nog een foto met je? Ja, tuurlijk. Mag dat een knuffel? Nou ja, kom hier. Dank je wel. Maar ik ga vanaf nu altijd denken aan u als ik Pim Pam Pet hoor. Een vuistje en een knuffel. Is in een moshpit staan. Ik heb al 2 keer in de Wall of Death ook gestaan. Je bent een mega stoere Bart. Metal Bart.